Hallo allemaal. Wil jij goed voor de dag komen met een prima leesverslag of op het mondeling de leraar van zijn stoel blazen met je inzicht in finesses van het gouden ei van Tim Krabbe? Blijf dan luisteren en kijken. Het zal je een prima cijfer opleveren. Vind je de inhoud oké? Druk dan even op duimpjes omhoog en overweeg om je te abonneren op mijn kanaal, want ik kom iedere week met een boekbespreking en ga de diepte in, zodat je een mondeling tentamen met veel vertrouwen tegemoet kan zien als je met me meeleest, dezelfde boeken leest als waarvan ik een samenvatting en een boekbespreking geef. We gaan nu beginnen met het gouden ei van Tim Krabbe. Hier is het. Een dun boek. 94 bladzijden. Ik heb al zo'n 40 jaar leerlingen daarover op het mondeling ondervraagd. En ik moet je eerlijk zeggen, het viel elke keer weer tegen wat ze ervan begrepen hebben. Daarom zal ik nou proberen om, zeg maar, de niet alleen oppervlakkig het boek te bekijken, maar wat meer de diepte in te gaan en je uit te leggen wat er aan de hand is. Er zijn namelijk in dit boek allerlei perspectiefwisselingen. Perspectief is het door wiens ogen zien we het verhaal. Sprongen in de tijd. En ook is er een spanningsboog, omdat het een thriller is. Ik zal je nog uitleggen wat spanning is en wat een spanningsboog precies inhoudt. Het is namelijk een thriller of een detective of op zijn Engels een whodunit. Wie heeft het gedaan? En wie heeft de misdaad gepleegd? In hoofdstuk 1 ontmoeten we Saskia en Rex die op weg zijn naar een vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. Het perspectief ligt bij Rex en het is zo dat de relatie met Saskia goed is, maar soms zijn ze wat wrevelig tegen elkaar. Ze zitten ook opgesloten in de auto en moeten verrijden. Bij het benzinestation stoppen ze om te tanken. Saskia die zal nu even gaan rijden en zal het rijden overnemen en gaat dan iets te drinken halen met de sleutels van de auto alvast in haar hand. Na lang wachten ontdekt Rex dat ze spoorloos verdwenen is. Dat is de inhoud van het eerste hoofdstuk. Er zitten twee details in waar je heel erg goed op moet letten. In de eerste plaats weet Rex van Saskia dat ze een nachtmerrie heeft gehad. Ze heeft zich voorgesteld of ze droomde dat ze in een gouden ei zat opgesloten, dat door het heelal zweeft. Ze kan er niet uit. Ze is helemaal alleen. En ze kan ook niet sterven. Ze moet altijd in die bol blijven zitten. Er is één hoop dat er nog zo'n gouden ei in het heelal is. En dat ze tegen elkaar zullen botsen. En allebei vernietigd zullen worden. Nou, dat is natuurlijk niet zo waarschijnlijk, want het heelal is heel erg groot. Maar ik vertel dit omdat het een vooruitwijzing is naar de afloop van het verhaal. Tweede detail uit het eerste hoofdstuk. Rex overdenkt zijn relatie met Saskia en verlangt ernaar één te zijn met haar. Eén te worden. Nou is dat in een liefdesrelatie heel gewoon. Dat je één wil worden met degene die je lief hebt. Maar dat verlangen om één te zijn met Saskia, dat is een vooruitwijzing naar de afloop. Want je weet, Rex, als je het boek uit hebt, Rex zal hetzelfde ondergaan als Saskia. Vandaar dat één worden is belangrijker dan je denkt. Dus achteraf, als je het boek voor de tweede keer leest, denk je, hey, hier zat eigenlijk al de afloop van het boek een beetje in verstopt, in die gedachte van Rex
Ik wil één zijn met Saskia. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. Dat is 8 jaar later. Veel leerlingen zien dat niet. Er is ook maar één zinnetje dat daarop wijst. Maar er is een enorme sprong in de tijd. 8 jaar. En Rex heeft een nieuwe vriendin. Dat is Lieneke. En hij viert vakantie met haar aan de Italiaanse kust. Ze spelen een partijtje badminton tegen Fransen. En Rex denkt, als we dit spelletje winnen, dan trouw ik met haar. Zoveel hou ik van haar. Maar als we het winnen, dan trouw ik met haar. We zullen zien dat in het boek dat als dan, die ook wel met een moeilijk woord, de implicatie wordt genoemd. Die redenering als dan, dat die een heel belangrijke rol speelt. Trouwens ook dat doen van een soort spel speelt een rol. Een gedachtenspel. Nou, ze winnen die partij badminton en hij vraagt haar ten huwelijk. In een gesprek bij het avondeten komt dan natuurlijk Saskia te sprake. Hoe heeft Rex het ervaren al die jaren dat ze spoorloos verdwenen is en nooit meer teruggevonden? En ja, hij zegt het is niet erg, ja het is wel erg, maar het is niet het ergste dat ze weg is, maar dat ik het niet weet. Dat ik niet weet wat er met haar gebeurd is. Dat is verschrikkelijk. Dat vind ik het ergste. Toch denkt hij hier ook, als ze hier zou komen, zegt hij, zou ik bij jou blijven, bij Lieneke. Maar als ik terugkom naar het tankstation, zou ik dat doen. Met andere woorden, dan zou hij te weten komen wat er met Saskia daar bij het tankstation gebeurd is. Hij doet een gedachtenspelletje dus. Het is zo dat ze steeds in dat boek komt dat gedachtenspel naar voren. Als ik te horen krijg dat ze ergens leeft en ze is gelukkig, dan word ik toch ook gedwongen om te kiezen. Ze blijft doorleven of ik krijg alles te weten in ruil voor haar dood. En wat moet ik dan kiezen? Nou, denkt Rex, dan kies ik maar voor haar dood, want ik wil absoluut weten wat er met haar gebeurd is. Zo sterk is dat in hem dat hij dat denkt. Dat zullen we zien dat dat verderop in het boek, aan het eind van het boek, een belangrijke rol speelt. Dat hij denkt, ik heb er de dood voor over om te weten te komen wat er gebeurd is. Ook dat is eigenlijk een vooruitwijzing. En hier heb je ook weer dat gedachtenspelletje. Als dan, dan zal wel blijken wat er met haar gebeurd is. Aan het eind van het hoofdstuk, als ze gaan slapen nadat hij haar ten huwelijk gevraagd heeft en zij heeft gezegd dat ze dat ook wel wil, ook wel met hem wil trouwen, krijgt hij een nachtmerrie van het gouden ei en schreeuwt hij heel hard in zijn slaap. En dat onderstreept nog even weer de titel en weer die gedachte Saskia dat gedacht heeft van twee bollen moeten dan in de ruimte zijn, dan hoef ik niet in twee eieren in de ruimte, dan hoef ik niet alleen te zijn. En als we dan versmelten, tegen elkaar botsen, dan worden we bij alle twee vernietigd. Hoofdstuk 3. We maken kennis met Raymond Lemorne. Dat is een perspectiefwissel, die kennen we tot nu toe helemaal niet. Het is een hij-perspectief in dit hoofdstuk en het is 1950. Dus dat is weer een hele tijd terug in de tijd. Lemorne zit op een balustrade van een flat. Hij is dan een jaar of 16. En hij doet een gedachtenspelletje. Dan heb je het weer. Als ik eens zou springen. En uiteindelijk springt hij ook. En hij breekt daarbij ledematen. Dan springen we in hetzelfde hoofdstuk met die Lemorne 21 jaar vooruit.
Hij is dan leraar scheikunde geworden. Hij is getrouwd, hij heeft twee dochters. En hij is eigenlijk van plan om vakantie te vieren, maar door het toeval redt hij een kind van de verdrinkingsdood. En hij is dan de held. Hij krijgt dan weer een gedachtespinsel, weer die implicatie. Als ik een kind kan redden, neem ik het aller andere uiterste. En dan vraag ik me af, kan ik ook een misdaad plegen? En dan ook nog wel een heel afschuwelijke misdaad. Zou ik dat kunnen? Kan ik een held zijn, maar ook een hele erge misdadiger? Maken we weer een tijdsprong. 3 jaar later. Hij maakt met zijn scheikundige kennis chloroform om de misdaad te plegen. Toch doet hij het nog niet, stelt het nog steeds uit. Ik geef een citaat. Het was een gedachtenspel dat hij die chloroform maakte. Heel spannend vond hij dat, als gedachtenspel. Hij werkt aan een vakantiehuisje in Erfurt, in Frankrijk. En in het huisje probeert hij op zichzelf chloroform uit. En hij ontdekt dat je dan zo'n kwartier bewusteloos bent. Hij koopt in Lyon een pistool, legt dat op de zolder naast de chloroform van het vakantiehuisje. En hij denkt na wie zijn slachtoffer zou moeten zijn. Het ergste zou zijn, en hij wil de ergste mogelijke misdaad plegen, dat het een jonge vrouw was die veel te verliezen heeft. En hij denkt er zo na over hoe zal ik die ontvoering in elkaar zetten. De volgende zomer, weer een tijdsprong, oefent hij op de ontvoering met water en een zakdoek in plaats van chloroform. Hij oefent in het aanspreken van vrouwen. Hij kiest tenslotte voor het, ontmoeten van vrouwen bij een benzinestation en te proberen ze te verleiden om in zijn auto te stappen. En tenslotte kiest hij voor de methode van de Mitella. Als hij zich zwak voordoet en hij zegt en hij vraagt aan vrouwen, zou je even willen helpen met de kar achter mijn auto vast te maken, dan zullen ze misschien, omdat de kar dan verderop staat, wel in zijn auto willen stappen om erheen te rijden en kan hij ze bedwelmen. Verschillende pogingen mislukken. Maar het komt toch tot een ernstige misdaad. Hij schiet 2 jongens dood die wild kamperen, die gelift hebben, en hij dumpt de lichamen. En het komt allemaal helemaal niet uit. Pardon. Toch aarzelt je nog steeds of je de uiterste daad zal plegen. Dus blijft het bij een gedachtenspel of gaat hij het echt doen? Nou, hij is nu al goed op weg om het echt te doen. Hij rijdt opnieuw naar het benzinestation langs de snelweg. Hij doet de Mitella om en vraagt een vrouw of ze hem wil helpen met het aankoppelen van de aanhangwagen van de kar. De eerste poging mislukt. Verderop bij een ander station lijkt het wel te lukken, want daar hebben we Saskia. Ze trapt in een val. Wat die val precies is, blijkt dan later. Hij doet zich voor als sleutelhangerverkoper en Saskia wil wel een sleutelhanger met een R hebben. Een R natuurlijk van Rex. Ze willen wel van hem kopen en hij vraagt haar dan in de auto en hij krijgt haar in de auto en bedwelmt haar met chloroform. Wat er dan verder gebeurt, vermeldt het boek nog niet. Dat komt in hoofdstuk 4. Daar zijn we nu bij hoofdstuk 4. Rex is editor bij een populair wetenschappelijk tijdschrift en hij krijgt veel post over de verdwijning van Saskia. Met andere woorden, we zijn jaren verder. Hij moet aan Saskia denken. Hij krijgt veel post van haar, over haar, van allerlei charlatans, allerlei mensen die denken dat ze haar gezien hebben of
van een soort van waarzeggers, allemaal onzinbrieven. Hij heeft een advertentiecampagne opgezet om haar terug te vinden. En bij het legen van zijn postbus komt er een man op hem af. En die herkent hij. Het was de man met de Mitella. Dat ziet hij meteen. Hij had dus die man op bij het benzinestation ook gezien. De man met de Mitella is het. En dat is Raymond Lemorne. En uit het verhaal van Raymond Lemorne, of uit het gesprek dat hij met Raymond Lemorne heeft, blijkt dat ze dood is. Lemorne neemt Rex in zijn auto mee, want hij stelt hem voor om hetzelfde te ondergaan als Saskia heeft gedaan. Als hij dat wil, zal hij dus weten wat er met Saskia gebeurd is. Hij heeft zijn slachtoffer spoorloos laten verdwijnen, dus hij kan nooit door de politie gepakt worden. En Lemorne voelt zich veilig en hij zegt, ga maar met me mee, dan zal ik je op dezelfde manier behandelen en dan weet je wat er met Saskia gebeurd is. En het gekke is, of eigenlijk niet zo heel gek als je goed geluisterd hebt naar het voorafgaande, is dat Lemorne Rex overhaalt om dat te doen. Of dat dat eigenlijk helemaal niet nodig is om over te halen. Rex wil zo graag de waarheid weten, zo graag één worden met Saskia, dat hij dan inderdaad bij Lemorne in de auto stapt. Lemorne heeft ook de sleutels van de auto bij het benzinestation bij zich. En hij zegt dus, ik wil alles vertellen wat er gebeurd is, als je hetzelfde lot ondergaat. Hier heb je weer die als-dan redenering. Lemorne heeft begrepen, onder andere door de advertentiecampagne, dat Rex er alles voor over heeft om te weten te komen wat er is gebeurd, zelfs als dat zijn dood betekent. Denk terug aan hoofdstuk 2, daarin is dat aan de orde geweest. Hij wil het weten, zelfs als hij net als Saskia doodgaat. Nu wordt hij eindelijk één met haar. Dat wilde hij immers in hoofdstuk 1. En hij gaat dan zelf dood, dat weet hij, en toch gaat hij mee. Ik geef een citaat. De bevrediging van het verlangen het te weten zou samenvallen met de vernietiging van het bevredigde. Zo staat het. Hij gaat met Lemorne naar Frankrijk terug. En Lemorne gaat ook naar dat tankstation en laat Rex uitstappen en laat hem een slaapmiddel drinken. Lemorne vertelt wat er precies is gebeurd, maar de lezer komt dat nog niet te weten. Dat is pas in een later gedeelte van het hoofdstuk. Rex valt in slaap en droomt en als hij wakker wordt, wordt dan langzaam duidelijk dat hij onder de grond ligt, levend begraven is, net als Saskia. Nu zijn de twee gouden eieren dus eigenlijk op elkaar gebotst, omdat ze alle twee vernietigd worden. En het is heel erg angstaanjagend en nachtmerrieachtig dat hij levend begraven is. En nu weet je dat als lezer wat er gebeurd is, en Rex weet het zelf ook natuurlijk. Hoofdstuk 5. Daar ligt het perspectief nog even bij Lieneke. Ze heeft een brief gekregen van Rex, maar verder is er taal nog teken van Rex of Saskia. Ook hij is dus spoorloos verdwenen. Raymond Lemorne heeft de perfecte misdaad gepleegd. Hij is één met Saskia. Daar hadden we op gewezen, de nachtmerrie is bewaarheid en de eieren zijn tegen elkaar gebotst en ze zijn beide vernietigd. Een spannend boek dus. Zo eindigt het, dat ze beide eigenlijk vernietigd zijn, dat hij weet dat hij onder de grond levend begraven wordt. Wat is spanning? Dat zullen ze je zeker vragen. Een spannend boek, maar wat is dat spanning?
Spanning is de drang die bij de lezer bestaat om de afloop te vernemen. Die is er bij de lezer. Wij willen allemaal weten, wat is er toch met die Saskia gebeurd? En zal die Rex ooit nog op een of andere manier erachter komen wat er gebeurd is? En hoe zal dat dan allemaal verder gaan? Maar die spanning is er ook bij Rex zelf. Want ook hij heeft een ongelooflijke drang om te weten wat de waarheid is. En Tim Krabbe heeft moeite moeten doen om het aannemelijk te maken dat hij toch meegaat met die Raymond Lemorne, terwijl hij weet dat het zijn dood wordt. En hij heeft dat in die vorige hoofdstukken voorbereid, de lezer daarop voorbereid. De goede lezer, die heeft al signalen gekregen die ik al genoemd heb. Hoe zit dat nou precies met die vragen die bij die lezer opkomen? De lezer wil graag de afloop vernemen. De eerste vraag die bij hem opkomt is, wat is er met Saskia gebeurd als lezer, denk je dat? Dan, Lemorne is de dader, prima. Maar wat heeft hij met Saskia gedaan, wordt dan de volgende vraag. En de derde vraag wordt, wat zal Rex moeten ondergaan? Hij gaat wel met Lemorne mee, maar wat zal er gebeuren? En dan blijft dat dus tot aan het laatste hoofdstuk hartstikke spannend. Behalve dat het spannend is, behalve dat het over de perfecte misdaad gaat, gaat het ook over die gedachtenspelletjes met als en dan, die ik al een paar keer genoemd heb. Die hebben zowel Lemorne als Rex in de greep. Het is een typisch Tim Krabbe boek. Dat wil zeggen, die Tim Krabbe heeft altijd ongelooflijk veel aandacht voor de compositie. En dat heeft hij heel knap gedaan. En ik hoop dat je nu wijzer bent dan de uitreikselboekjes. Dat je begrepen hebt wat de titelverklaring is met het gouden ei. En dat je ook begrepen hebt hoe die hele actie voorbereid wordt dat Rex met Lemorne meegaat. Ik hoop dat je plezier hebt aan het boek. Nogmaals, vond je de video instructief? Had je er wat aan? Kun je er een mooie leesverslag van maken? Of een goed tentamen mee doen? Druk dan even op de abonneerknop. Duimpjes omhoog. En ik wens jullie veel succes met het verwerken van dit boek. Tot volgende week, wanneer we weer een nieuw boek bespreken. Dankjewel.